even terugkomen op een filmpje van demonen en al die shizzle. Dat is nog steeds niet waar. Maar iemand vroeg, ik kan het dus wel voelen. Ja, en het antwoord is dan simpel, ja. Je voelt dus geen slechte geesten of demonen, maar je kan dus wel, als spirit heel dichtbij komt, je maakt contact als medium en je energie blendt met de energie van spirit en je gaat steeds dieper in deze materie, kun je de herinneringen van slecht zijn ervaren en voelen. Bijvoorbeeld, als, nou stel je voor, je hebt vast wel eens een keer over iemand geroddeld of lelijk gepraat over iemand of achter iemands rug of misschien zelfs wel iemand tekort gedaan. En stel je voor, dat voelt in jouw energie als echt heel slecht en dat is het slechtste wat je in je leven gedaan hebt. En je gaat dood en je komt bij een medium en jouw geliefde zit tegenover dat medium. Je komt heel dicht bij het medium en dan kan het dus zijn dat het medium jou ervaart als negatief of een demon. Want dat wat ze niet begrijpen, wat dus jouw herinnering van jouw leven is geweest, daar zitten slechte dingen in of ja, negatieve dingen of hoe je het ook wil noemen of rottigheid. Je mag alle namen eraan geven die je eraan wil geven. Maar dan kan je dus als medium het voelen als slecht of negatief. En daar is de verwarring. Want als je nu weet wat je doet en weet waar je mee bezig bent, dan zou je zeggen, ik voel van deze persoon dat het leven niet altijd heel erg rooskleurig is geweest. Dit is echt zweverig gepraat. Ik zou gewoon zeggen, iemand heeft vreselijk geroddeld of is een klojo geweest. Of zeggen wat ze gedaan hebben. Maar goed, dat is even voor het volgende filmpje. Dus het feit dat iemand negatieve dingen heeft gedaan, kan als negatief ervaren worden. Laten we dingen niet door elkaar halen. Dus negatieve herinneringen zijn de herinneringen die je op aarde hiero gemaakt hebt. En die je dus meeneemt naar de spirituele wereld. En die je dus brengt op het moment dat je herkend moet worden. Want als jouw vader, moeder, neef, nicht, wie dan ook een klojo was, en ze komen terug met all of a light, zou je ze niet herkennen. Dus vandaar dat er negatieve dingen meekomen. Herinneringen dus. Geen negatieve geesten, demonen of van dat soort onzin. Ja, heb een prettige dag.